Hallo allemaal en welkom bij begrepen.be voor deze laatste video over de tijden van het werkwoord. In deze video behandelen we de twee laatste voltooide tijden. De voltooid toekomende tijd en de voltooid verleden toekomende tijd. Na deze video ken je dus alle tijden van het werkwoord. Als je er een paar gemist hebt, bekijk dan zeker op ons kanaal heel de playlist. Daarin vind je alles netjes in volgorde terug. Bedankt om opnieuw te kiezen voor begreep.be en heel veel leerplezier. Dus zoals zojuist gezegd bekijken we vandaag de twee laatste tijden van de hele reeks. Net zoals bij de onvoltooide tijd nemen we de toekomende tijd en de verleden toekomende tijd samen omdat ze heel hard op elkaar lijken. In het overzicht van de tijden, dat je in deze video nog eens volledig vindt, zitten we dus hier. Voor we beginnen, kijken we even naar de bouwstenen van de voltooid toekomende tijd en de voltooid verleden toekomende tijd. Eerst en vooral zijn het allebei voltooide tijden, dus zullen ze allebei een voltooid deelwoord hebben. Verder weten we dat een toekomende tijd het hulpwerkwoord zullen gebruikt, en een verleden toekomende tijd het hulpwerkwoord zouden gebruikt. Met die bouwstenen gaan we aan de slag. We beginnen dan ook met werken. We houden het gemakkelijk en we starten met de eerste persoon enkelvoud, ik. In de voltooid toekomende tijd zullen we zullen gebruiken, dus ik zal. In de verleden toekomende tijd zouden... Ik zou. Daarnaast hebben ze allebei een voltooid deelwoord nodig, dus bij allebei gewerkt. Zoals je kan zien, klopt dit niet. Ik zal gewerkt, ik zou gewerkt. Hier ontbreekt iets. Wat ontbreekt er? Hebben. Ik zal gewerkt hebben en ik zou gewerkt hebben. Dat klinkt allebei als een correcte Nederlandse constructie en de juiste bouwstenen zitten erin. Bij allebei zit er een voltooid deelwoord in. Bij de toekomende tijd zit er zullen en bij de verleden toekomende tijd zit er zouden. Als algemene regel hebben we in de voltooid toekomende tijd dus dat we eerst de PV hebben van zullen, dan het voltooid deelwoord van het werkwoord dat we aan het vervoegen zijn. En dan de infinitief van hebben. In de voltooid verleden toekomende tijd hebben we eerst de pv van zouden. Dan het voltooid deelwoord van het werkwoord dat we aan het vervoegen zijn. En daarna de infinitief van hebben. Dat geeft ons dus dit overzicht als we dit toepassen op de andere personen. In de voltooid toekomende tijd krijgen we. Ik zal gewerkt hebben. Jij zult gewerkt hebben. Hij zei het zal gewerkt hebben, wij zullen gewerkt hebben, jullie zullen gewerkt hebben en zij zullen gewerkt hebben. We maken wat plaats voor de voltooid verleden toekomende tijd en daar krijgen we dan, ik zou gewerkt hebben, jij zou gewerkt hebben, hij zei het zou gewerkt hebben en wij zouden gewerkt hebben, jullie zouden gewerkt hebben en zij zouden gewerkt hebben. Maar is het altijd met hebben? We kijken nog eens even naar een ander voorbeeldje. Wat geeft dat bij worden? Ik zal geworden hebben en ik zou geworden hebben? Nee, dat klopt niet. Zoals je nog wel weet uit onze vorige video's, gebruiken we bij worden en bij een aantal andere werkwoorden het hulpwerkwoord zijn. En krijgen we dus ik zal geworden zijn en ik zou geworden zijn. Dat geeft dan in de voltooid toekomende tijd, ik zal geworden zijn, jij zult geworden zijn, hij zei het zal geworden zijn, wij zullen geworden zijn, jullie zullen geworden zijn en zij zullen geworden zijn. We maken opnieuw wat plaats voor de voltooid verleden toekomende tijd waar we zullen vervangen door zouden, ik zou geworden zijn, jij zou geworden zijn. Hij zei het zou geworden zijn. Wij zouden geworden zijn. Jullie zouden geworden zijn. En zij zouden geworden zijn. Dus samengevat, opnieuw. Bij de meeste werkwoorden hebben we in de voltooid toekomende tijd de pv van zullen, het voltooid deelwoord van het werkwoord dat we aan het vervoegen zijn, en dan de infinitief van hebben of van zijn. En in de voltooid verleden toekomende tijd de pv van zouden, het voltooid deelwoord van het werkwoord dat van het vervoegen zijn en dan de infinitief van hebben of van zijn. In het volgende deel van de video herhalen we nog eens even hoe je weet hoe je dat voltooid deelwoord moet schrijven. Eindigt het voltooid deelwoord nu op een t of op een d? Om dat te weten moeten we luisteren naar de verleden tijd. Je zegt namelijk ik werkte en wij werkten. Maar je zegt ik wandelde en wij wandelden. Is de OVT met te eindigt je voltooid deelwoord op een t. Is de OVT met de dan eindigt je voltooid deelwoord op een d. Wil je dat toch nog even dubbel checken, dan kijk je naar het zogenaamde kofschip. Wat het kofschip juist is en hoe we daarop komen, vind je in deze video terug, ook weer met de link in de beschrijving, maar we leggen het nog even heel kort uit. Het kofschip is geen woord. Het kofschip is een verzameling van letters, namelijk t, k, f, s, g en p. De regel is dat als de stam eindigt op één van de medeklinkers van het kofschip, dat het voltooid deelwoord dan op een t eindigt bij regelmatige werkwoorden. We gaan dat even vier keer toepassen. Eerste voorbeeld, zoals gewoonlijk werken. De stam van werken is werk, want we laten de en weg. De k zit in het kofschip, dus is het voltooideelwoord van werken gewerkt met een t. Ons volgende voorbeeld is uiteraard wandelen. De stam van wandelen zonder en is wandel. De L zit niet in het kofschip, dus gewandeld is met een D. Ons derde voorbeeld is juichen. We laten de E en weg om tot de stam te komen, juich. De G zit in het kofschip, dus gejuicht is met een T. Allemaal heel logisch als je gewoon de regel kent en volgt. We eindigen met een specialer voorbeeld. Proeven. We nemen van proeven de stam door de en weg te laten. We krijgen proef. De v zit niet in het kofschip. Dus is het voltooid deelwoord van proeven geproefd. Met een f en een d. Denk er dus aan dat je altijd kijkt naar de infinitief zonder en. En dus niet naar de eerste persoon enkelvoud. Meer info over het kofschip vind je uiteraard terug in de video die ik je daarjuist toonde en die je terugvindt in de beschrijving. Deze video zit er weer op. Bedankt voor het kijken. Abonneer je zeker op het kanaal en geef deze video een like en deel met anderen die hem ook kunnen gebruiken. Tot een volgende keer, tot een volgende, begrepen.be